Ik ben zelf gaan ondernemen omdat ik vrijheid wilde. Vrijheid om te reizen en overal te kunnen werken. En eigenlijk ben ik toen gaan freelancen omdat dat de snelste weg was naar vrijheid. Ik vond mijn werk niet geweldig. Het was niet mijn passie. Het was niet mijn why. Ik ben gaan ondernemen omdat ik vrijheid wilde. Niet omdat ik per se PR-adviseur wilde zijn of blogger wilde worden. En ik denk dat heel veel mensen hiervan kunnen leren. Want we staren ons vaak te verblind op de droombaan vinden, de droombaan creëren. Maar ik geloof heel erg in een droomleven creëren. Ik heb mijn werk als middel ingezet om een droomleven te creëren. En uiteindelijk heb ik gaandeweg ook mijn baan, mijn werk inhoudelijk leuker gemaakt. Maar op het begin maakte me dat niet zo heel veel uit. Ik begon voor mezelf omdat ik vrijheid wilde en ik wilde mijn eigen randvoorwaarden bepalen.